Hey, welkom bij Bewegen met Bart. Ik wil het vandaag even hebben over de wet van Newton. Ik heb in mijn opleiding ook wel wat fysica gehad. Het vak werd trouwens gegeven door professor Van Rensbergen, een fantastische prof. Maar die wet van Newton die stelt eigenlijk dat een voorwerp in rust de neiging heeft om in rust te blijven. En een voorwerp dat in beweging is, heeft de neiging om in beweging te blijven. Als we dat toepassen op wat we hier aan het doen zijn, kunnen we eigenlijk stellen dat de moeilijkste stap eigenlijk is om te beginnen. Ja. Eenmaal dat je begonnen bent aan de workout, is de kans groot dat je verder zal gaan doen. Daarom kiezen we ervoor om kleine workouts te doen, zodanig dat de berg waar je moet overkijken om te starten met de workout niet te groot is, en zodanig dat je nooit het gevoel hebt van, ik moet hier aan iets gigantisch beginnen. Eenmaal dat je gestart bent met een kleine training, is het natuurlijk de bedoeling om daar een gewoonte van te maken die je heel regelmatig herhaalt, en zo kan je toch nog een groot effect bekomen, net door de opeenvolging van die kleine gewoontes. We gaan er meteen in vliegen. Proficiat dat je er vandaag weer bij bent. Zorg dat je elke dag 2 flesjes water en een stoel bij de hand hebt. Elke dag is anders, dus doe gewoon wat jij vandaag kan. Hier gaan we. En in de workout van vandaag 10 verschillende oefeningen die we telkens een minuutje gaan doen. Als eerste oefening mag je 2 maal gaan tikken naar de ene kant. Ja, en dan 2 maal gaan tikken naar de andere kant. Denk eraan, je mag elke oefening trager doen dan wat ik ze doe. Ja. En als je dit vast hebt, dan mag je er de armen gaan bijpakken. Ja. Dan ga je altijd je armen achteruit pakken bij elke tik. Heel goed. De bedoeling is dat we een beetje warm raken. Tik, 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 tik. Heel goed. Tik, tik. Tik, tik. Oké, je doet het fantastisch. Je mag het ook gerust zonder de armen doen. Ja, geen probleem. We zitten in de laatste 10 seconden. 6, 5, 4, 3, 2, 1. Oké, dan ga je de ellebogen hoog houden. En je gaat je ellebogen en je handen naar elkaar toe brengen. Op die manier. Oké, heel goed. Je doet het super goed. Doe het rustig aan. Als het iets te zwaar wordt, kan je ze altijd even laten zakken. Even draaien met de schouders. En dan herpakken. We zijn nu ongeveer halfweg. Dus nog een 20-tal seconden te gaan. Oké. 5, 4, 3, 2, 1. En rust, adem even rustig in. Adem uit. We gaan naast onze stoel staan. En je gaat de stoel goed vastnemen. Een grote stap naar voren nemen, niet te groot. En dan ga je een beetje buigen door dat been en terugstappen naar achter. Ja, en dan doe je met hetzelfde been nog eens hetzelfde. Ja. Steun zoeken bij de stoel en terug naar achter. Comfortabel grote stap, niet te groot maken. Dit is wat we noemen een lunge. Ja. Je mag ook altijd proberen om nog iets dieper te gaan. Ja. Maar dat hoeft zeker niet. Ja. Probeer zo diep te gaan als jij kan. Dat zullen we altijd doen. Heel goed. Kan gaan, mag je. Probeer het comfortabel te laten zijn. We gaan er nog eentje bij doen. Oké. En rust. Even ter plaatse. En dan gaan we het andere been doen. Dus ik ga mij aan deze kant van de stoel zetten. Het maakt op zich niet zoveel uit. En dan gaan we met deze. En zakken. Ja. Dit is dus een lunge. Ja. Hebben we nog niet vaak gedaan, maar is wel een heel belangrijke oefening. Ja, om je benen sterk te houden. Niet zo eenvoudig, maar op deze manier, steunend op de stoel, kan je hem wel uitvoeren. Niet te diep gaan. Ja. En we doen het dus altijd met dezelfde voet naar voren. Ja.
rustig en probeer gecontroleerd recht te komen en terug naar achter te gaan. Heel goed. Je doet het fantastisch. Ja. We gaan nog twee keer met dit been. Dat is de voorlaatste. En dit is de laatste. Oké, dan gaan we op de stoel zitten. Ja, en dan gaan we twee keer de voeten heffen. Beide voeten tegelijk. 1, 2. En dan ga ik rechtop staan in een squat. En dan ga ik weer zitten. 1, 2. En rechtop staan in de squat. Als je kan, dan probeer je op bij het heffen van de voeten om je rug niet tegen de leuning te laten gaan. En de handen naar voren steken, dat kan altijd helpen bij het rechtkomen. Handen naar voren en dan raak je iets makkelijker recht. 1, 2 en rechtop. 1, 2 en rechtop. Super. Kom aan, we zijn er bijna. En rechtop, even volledig uitstrekken. We gaan er nog eentje doen. 1, 2 en rechtop. Oké, fantastisch. Dan mag je er je flesjes bij nemen. Die staan hopelijk klaar. Nu hoef je niet weg te bergen elke dag. Zet die gewoon eventjes in een hoekje. En dan ga je daarmee biceps curls doen. Biceps curls. Ja. We doen ze afwisselend, links en rechts. Zodanig dat je niet gaat trekken op je rug. Ja. Ellebogen die blijven eigenlijk tegen je lichaam. Die gaan niet achteruit. Ja. Ellebogen mooi tegen dat lichaam houden. Heel goed. Heel goed. Super. Goed bezig. Houd vol. Kom aan. Nog 5, 4, 3, 2, 1 en rust. Oké, en dan ga je een beetje naar voren buigen, een beetje door de knieën gaan. Je ellebogen die mag je nog een beetje achteruit steken. En dan ga je de flesjes van daar strekken naar achter. Ja, zodanig dat je arm volledig gestrekt is. Ja, heel goed. Heel goed. Dat doe je super goed. Kom aan, hou dit vol. Het zijn de triceps. Dus de achterkant van je bovenarm. Onze triceps trainen. Heel belangrijk. Heel goed. Kom aan, hou het vol. Oké. Fantastisch. Goed. Heel goed. Kom aan. Nog 4, 3, 2, 1. Rust. Dan mag je de flesjes terug op de grond zetten. En dan gaan we de volgende oefening doen. Je gaat nu je knie heffen, dan achteruit brengen en dan ga je je hak heffen naar je billen. En dan doen we het opnieuw. Hup, achteruit en heffen. Hup, achteruit en heffen. Achteruit steken en daar even heffen. Niet zo eenvoudig. Heel goed, je doet het super. Combinatie van vele spieren hier. Bilspieren, stukje buikspieren ook. En laatste keer. Oké. Heel goed bezig. We gaan naar de andere kant. Zelfde oefening. Steun zoeken bij de muur opnieuw. Knie heffen. Achteruit steken. En dan je hak van je voet heffen naar je bil. Hup. De hak naar je bil.
Heel goed, heel goed. Kom, hou dit vol. Hou dit vol. En twee keer nog. En de laatste. Alright. Dan gaan we als laatste oefening nog squatten. Kunnen we achter onze stoel gaan staan. Doen we heel regelmatig. Is ook super belangrijk. De benen sterk zijn. Die heb je heel veel nodig om je te kunnen verplaatsen. Dus zorg ervoor dat je rug goed recht is. En je knieën niet te veel voorbij je tenen laat gaan. En dan ga je proberen om rustig te zakken. Elke keer rustig naar beneden. Heel goed. Oké. We zijn al onze laatste oefening gestart voor vandaag. Je ziet het, 10 minuten. Veel is het niet. Heel goed. Nog 5. 4. Kom maar, je doet het geweldig. Nog 3. 2, 1 en het zit er alweer op. Alweer fantastisch gedaan vandaag. Super goed gewerkt. Goed dat je erbij was. Probeer er elke dag bij te zijn. Dat kan je doen door te abonneren hieronder of hier. Dat is voor jou helemaal gratis, maar dat zorgt er wel voor dat de video's aan meer mensen getoond worden op YouTube. Je merkt waarschijnlijk ook, we doen elke dag andere oefeningen. Dat is ook de bedoeling. Ik zorg ervoor dat je een variatie hebt van oefeningen op een periode van ongeveer een week, zodat je elke spiergroep voldoende hebt getraind. Ja? Als je het een leuke video vond, geef zeker een like en ik zie je heel graag terug in de volgende video.